Nog voordat het debat tussen de Tweede Kamer en de minister van Financiën Wopke Hoekstra over de Rijkbegroting is begonnen, wordt door de oppositie alles uit de kast gehaald om helderheid te krijgen over wie hoeveel invloed heeft gehad om de dividendbelasting af te schaffen. De Kamer wacht nu op een brief van premier Mark Rutten over dit onderwerp, die nog tijdens het debat over de algemene financiële beschouwingen moet worden verstuurd. Die brief kwam er aan het eind van de middag waarin Rutte herkent dat hij met Shell en werkgeversorganisatie FNOL en CW over de afschaffing van de dividendbelasting heeft gesproken. De volledige oppositie, 74 zetels, is verbogen over het feit dat dit kabinet de belasting op dividend, de winst op aandelen, in 2020 wil afschaffen. Daardoor loopt de schatkist 1,4 miljard euro aan inkomsten mis. De lobby die mogelijk is gevoerd voor het afschaffen van de dividendbelasting, wordt op voorstel van GroenLinks-leider Jesse Klaver in een apart debat met premier Mark Rutzen behandeld. Los daarvan wordt er binnenkort ook een hoorzitting over het onderwerp gehouden. Rommelig het debat begon rommelig. PVV-Kamerlid Tony van Dijk, die om de brief vroeg, wilde niet beginnen voordat de Kamer door de regering was ingelicht over de lobbypraktijken en vroeg om een hoofdelijke stemming. Daarna was het Martin van Rooyen, 50 plus. Die premier Mark Rutten bij het debat wilde hebben, zodra het over de dividendbelasting zou gaan. Ook hier stond de parlementariër op een hoofdelijke stemming. Beide voorstellen kregen geen meerderheid, maar de Kamerleden kregen uiteindelijk wel hun zin. Het debat, waarnaast Hoekstra ook staatssecretaris van Financiën Menno snel namens het kabinet bij aanwezig is. Begon uiteindelijk een uur later. Het vermoeden is dat Shell de drijvende kracht achter de lobby is. Het olie- en gasbedrijf liet donderdag al in reactie weten blij te zijn met de maatregel. Ze maken zich daar al twaalf jaar hard voor. Dat blijkt ook uit een vorig jaar april gestuurde brief van Shell naar politieke partijen, waarin het bedrijf pleitte voor afschaffing van dividendbelasting. De dividendbelasting werkt marktverstorend en dat is nadelig voor de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland ten opzichte van andere landen. Schrijft het Olieconcern. Ook werkgeversorganisatie fno lobbyt voor afschaffing van de dividendbelasting. Vooral nu omringende landen ook draaien aan de belastingloppen voor bedrijven. De brexit maakt het thema van de dividendbelasting extra urgent en is reden voor ons geweest om dit in de formatie opnieuw naar voren te brengen, liet voorzitter Hans de Boer woensdag weten. Woensdag was de oppositie al veel op dit onderwerp. De 1,4 miljard euro is een hoog bedrag voor iets waarvan niet is bewezen dat het een positief effect heeft op de werkgelegenheid vinden de partijen. Ze missen ook de feitelijke onderbouwing dat het goed is voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Zoals de regering beweert. In de Kamer stonden regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie woensdag achter het regeerakkoord als totaalpakket. Dat verdedig ik en dat verdedig ik met overtuiging, zei Steven van Wehenberg, D66. Maar niet alle coalitiepartijen staan vierkant achter dit specifieke punt en lieten dat ook merken. Het is niet ingebracht namens de CDA-fractie, zij Kamerlid Pieter Roomsicht, ChristenUnie, Kamerlid Epo Bruins, noemde het schrappen van dividendbelasting vorige week al een hele meloen om te slikken. Alleen de VVD leek achter het plan te staan. Al bleven inhoudelijke argumenten uit. De maatregel past in het totaalplaatje om bedrijven die het Verenigd Koninkrijk mogelijk verlaten vanwege de brexit naar Nederland te halen. Wij horen dat het zo werkt. Zij Kamerlid Aukje de Vries woensdag in het debat, Rutte zei vorige week dat hij tot in het diepste van zijn vezels gelooft dat de maatregel nodig is om Nederland niet uit de markt te prijzen.